Ik snap het niet, hè. We zijn met een klein groepje, maar klap dan gewoon even wat harder. Er staat een camera. Jeroen de Vos! Wat leuk om in een volle tent voor te dragen. Dank jullie wel allemaal, echt helemaal te gek. De tweede dichter, hij is weer in het midden, maar eigenlijk toch wel links van huis uit. Mag ik uw aandacht? Wilde Bison, Joop van den Bos. Ik heb nog een bundel waar er nog 4 van zijn, die 200. En die hebben 10 euro gekost. Maar die laatste 4 gaan van 5 euro weg. Oké. Ja, maar dan moet ik wel een kus op mijn wang hebben erbij. Ja, dat is goed. Het is 5 euro, toch? Ja. Hé, ik heb hier wel eens gehoord van de voetbalclub Sparta. Nee. Sparta. Sparta. A.N. Ja, als Tony van Ede de bal richting doel flitste en de hele voorhoede hem miste, dan kopte hij zijn eigen voorzet met een zwiep langs de keeper tegen het net. Ja, geloof me, zo heeft hij mee het doelpuntje gezet. Maar ach, hadden we Tine Boslaar nog maar, dan was het zo voor elkaar. Ja, had Tine Boslaar met 7 voetbalzonen, dan waren we zo weer terug in de hoogste regionen. En waar is de geest van Dennis Neville toch gebleven? Die altijd kasteelbier dronk en zijn hele verder leven als Sparta klonk. Maar als ze maar niet degraderen, in de gevaarlijke zone komen te regeren, met een elftal waar Pit in zit. Dus op naar boven, rood en wit. Ja, ik ben nogal een liefhebber van Pablo Neruda. Als dichter ook, hè. Voor Pablo Neruda. Dit zou het gedicht moeten zijn van alle werelddelen. Het grote lijden van mensen die in liefde met elkaar willen zijn. Dit zou het gedicht moeten zijn van het goede dat het kwaad overwint. Het gedicht van de blijdschap, van de dans, het feest. Neruda zou het gedicht moeten heten. Je geest gelezen, Pablo. De beelden van wat je hebt gezien, gevoeld, de woorden. En hoe we langzaam, uiterst langzaam, in het verborgen naar onszelf groeien. En hoe het fysiek wordt, verwerkelijke werkelijkheid. Hoe alles op ons wacht. De kinderen van de Damkring, de planeet, de dieren. Hoe alles wacht op het menselijk verschijnen. De stad Neruda, die jouw naam zal dragen. Ja. Okay. Voor Anna, onze Rotterdamse Anna. Ik denk nog wel eens aan Anna, Anna Blaman. Aan haar, die vrouw in Vroenstreek. Een ware revolutie in die dagen, op leven en dood. Met de bovenlicht van de ramen in de Vliegenstraat. Glaslood, morgenrood. Met een in slaap gevallen Anna op haar schrijfmachine. Ik zie haar nog voor me, de gotische Anna. Het staat me nog helder voor de geest. Ze hield een lezing voor de vrije gedachten. In een groen mantelpakje met een veelkleurige sjaal onder haar mannelijke glaasbril. Stond daar de Hermes in een Afrodite gedaante. De overtreffende trap die zichzelf verzelft. Psychisch ergens toch de versmelting deel achter. We zijn eenzaam en weerloos, schreef zij ooit. Maar laten we echter de illusie van het geluk bewaren. Er is iets anders. Liet Anna ons weten, onze Rotterdamse Anna, de vergeten Blaman, van wie we het graf hebben laten ruimen. Voor wie dan ook in de multiculturele disco, wereld van de bonkende voortgang en het groot verbruik geen plaats is. Zullen we ooit nog van haar horen? Daarom Anna, dit gedicht nog aan jou gewijd van deze rare dichter die jouw eenzaamheid kent, jouw nachtmonoloog. Maar mijn God, wat kon je brullen meid, als je in volle liefde een vrouw besteeg om jouw escape liever te visioenen. Het droombeeld van je ziel. En nu zal ik het laatste ding maar doen. Dat is Krooswijk. Dat is mijn, mijn roots. Krooswijk. Vroeger gingen de meisjes van Krooswijk naar de lagere school. Meestal werken bij Jameen. Zaterdags dansen in Odeon. Sommigen waren de fabriek zo zat dat zij met een motje gingen trouwen. Ze waren niet eens het slechtste af. Hoe nuchter toen dat harde bestaan van die meiden daar in die buurt tussen Boezem en Rotten. Nu is het oude Krooswijk gesloopt, gerenoveerd. Maar wat geeft het? Die meiden wonen er toch niet meer. Ja.
vol Hemingway. Laat je nog één keer horen voor de wereldbizon Joop van den Bos. Ik ga één keer in het half jaar ga ik naar vrienden van mij, die wonen in Alkmaar. En ik had toevallig gisteren uitgekozen om daar weer eens heen te gaan. Vroeger gingen met vrienden altijd stappen, maar tegenwoordig hebben ze kinderen. En ik was daar in Alkmaar, ik was alleen vergeten dat AZ kampioen kon worden. Dus ik kom daar die straten in en overal rood-witte vlaggen. Ik had even het gevoel van, hé, wat leuk. Ze weten dat ik kom als Spartaan, dus ze hangen rood-wit op. Nee, het ging over AZ. En toen verloren ze. Dat vond ik zo mooi, jongens. Echt. Ik heb zo genoten gewoon. Ik bedoel, ze worden toch wel kampioen. Maar ik dacht wel even de volgende regels. Zoals hoogmoed komt voor de val, zo greep de keeper naast de bal. Goed, we gaan door met de volgende. 2 weken nog stadsdichter in Den Haag. Mag ik uw aandacht? De enige echte punker uit Renen. Punker in Renen. Hier is Harry Zevenbergen. Dit moet even overnieuw. Hier is Harry Zevenbergen. Ook ik heb een bundel. Twee zelfs. Paal in Wegdek is pas uitgekomen en deze iets langer geleden, in 2004. Daar doe ik zo het titelgedicht uit, dat moet van Menno, anders mocht ik niet komen. Juist. En deze staat niet in de bundel. Of ja, ik weet niet of ik deze wel moet doen. Er zijn 3 steden in de wereld waar een bananenstraat is. Dat zijn Rotterdam, Amsterdam en Dukstad. En als stadsdichter van Den Haag heb ik een protestgedicht geschreven voor de bananenstraat om die te introduceren in Den Haag. Maar ja, dat is voor Rotterdam misschien niet zo'n goed gedicht om te doen. Jullie hebben hem al. Ja, doe toch maar. Oh, toch. Ja, anders heb ik die inleiding ook voor niks gedaan. En er is nog iets in Den Haag. De Noordzee. Iemand heeft ooit gedacht dat die in het noorden ligt. En die heeft de kaart van Den Haag zo gelegd dat hier de Noordzee is. En dan, als je dat zo doet, dan wordt Den Haag Zuidwest, wat Zuidwest wordt genoemd. Dat is dan ook in het Zuidwesten. Maar als je de kaart goed houdt, dan ligt Den Haag Zuidoost. Nee, Zuidwest ligt in het Zuidoosten. Maar daar ga ik nog een keer een gedicht over maken. Volgens mij heeft Rotterdam dat probleem niet. Het is zondag, Harry. Kom op. Ja, soms heb ik dat. Dan valt er geen touw meer aan mezelf vast te knopen. Nee, die van die bananen, die doe ik ook niet. Precies. 'Snachts slaap ik, ook als ik wakker ben. Ik ben een mens van de vroege ochtend tot de vroege avond. Daarna verkeer ik in droomstaat, droomstraat, dromenland. Mij te vragen wat ik zie, of ik wat zie, leidt slechts tot teleurstellingen en waanbeelden. Er zijn mensen die als uilen geboren worden. Donkere randen rond hun ogen. Overdag schimmen, die ongemerkt langsluipen in bedorven, onwetende slaapwandeling. Vraag ze niet wat ze zien, want ze zien niet. Leven achter zwarte glazen op de tast. Jou ontmoet ik op de grens van donker en licht waar je me meenam. Ergens in een donker hoekje langs de snelweg praten we. Vraag me niet waarover. Ik zag asfalt aan voor liefde tot het einde van die nacht. Ik zag de koplampen in je ogen opdoemen, naderbij komen en passeren. Vergezichten zag ik. Onbegrijpelijke vergezichten zag ik. Dankjewel. Vorig jaar moest ik een 5 mei gedicht schrijven. En dat was net nadat er ongeveer 9 maanden was gepraat over een film van Geert Wilders. En niemand had die film ooit gezien. We gaan nu een 2e periode van zwangerschap van Geert Wilders in. En over, ik denk dat de praatprogramma's begonnen er deze week al mee. Dat de komende 9 maanden weer geheel gewijd zijn aan een film waarvan niemand ooit weet of die er ook komt. En waar het over gaat. Maar we kunnen er wel mooi over praten. Toen moest ik een gedicht voor 5 mei schrijven. En met dank aan mijn grote vriend Geert is daar dicht gedicht uitgekomen. Het heet, ja, hoe heet het eigenlijk? Veilig in de kast. Ergens op mijn zolderkamer heb ik een kast. Achter de deur hangen jassen en broeken van onbesproken snit. Een la voor de onderbroeken en de sokken met een dubbele bodem. Daaronder, waar niemand ooit komt, ligt een gedicht dat nooit gelezen is.
Een gedicht van recht en vrede. Een gedicht dat de wereld kan redden of kan breken. In wezen ongevaarlijk. Het zijn tenslotte slechts woorden. Maar iedereen praat over het gedicht. Is bereid er vergaande conclusies aan te verbinden. Ik laat het gedicht niet los, omdat het alles ter discussie stelt waar we hierin geloven. De mensen zijn er niet aan toe. Er zijn doden gevallen om minder. Laatst vroeg iemand op tv zich af of het gedicht wel bestaat. Ik twijfel daar geen moment aan. Heb de woorden zelf gevangen. Weet waar ze liggen. Onder de sokken en de onderbroeken. Maar waarschijnlijk ergens anders wanneer jij ernaar komt zoeken.